zijn zoon niet naar de aarde om een rechter, maar om een redder te zijn. Zijn overtuiging was: iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie leeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij. Er werd zojuist een groot kruis door de straten van het stadcentrum gedragen. Het werd gedragen en gevolgd door jullie. Mensen die het geloof allemaal anders beleven, maar het vanavond samen willen delen. Zij zal haar geliefde zoon verliezen op de meest wrede manier die je kunt bedenken. Maar zij wil hem blijven vasthouden. Steun. En ze zingt haar zoon toe. Leun op mij. Bijna zover. En op de avond voor van zijn arrestatie, waarvan hij weet dat het gaat gebeuren, organiseert Jezus het laatste avondmaal voor hemzelf en zijn leerlingen. Jezus en de leerlingen zijn aangekomen in de tuin van Gethsemane. Ze zijn daar om te bidden en hun gedachten op een rijtje te zetten. Jezus weet dat het net zich steeds nauwer sluit. Hij weet dat Judas hem verraden zal. Hij wil dat zijn vrienden vannacht samen met hem wakker blijven en hem helpen, zodat hij de komende uren in rust en vrede kan doorbrengen. Niet gebeuren wat ik wil, maar laat gebeuren wat u wilt. Dag, meester. Vriend, ben je hier gekomen om mij te verraden met een kus?
Petrus begint te vloeken en bijt de mensen toe. Ik zweer bij God dat ik die Jezus niet ken. Meteen daarna kraait er een haan. En Petrus hoort de woorden die Jezus die avond aan tafel gesproken heeft. Als een echo in zijn hoofd. Jij zult 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Vannacht nog, voor de haan kraait. Petrus vlucht weg en huilt. Hoe moet hij nou verder? Jezus wordt naar Pilatus gebracht om verhoord te worden. Ben jij de Messias? Ben jij de koning? Stelt u deze vraag of hebben anderen u deze woorden in opgelegd? Zie ik er soms uit als een van jouw mensen? Het zijn juist jouw mensen die jou overgeleverd hebben aan mij. Jezus, nog een keer de vraag. Ben jij de koning? U zegt het. Ik ben naar de wereld gekomen voor slechts 1 doel. Dat is de waarheid. En iedereen die de waarheid lief heeft, die volgt mij. Agenten, neem hem gevangen en voer hem af. Hier staat het allemaal in. Eerst verraden, dan veroordeeld en tenslotte wordt Jezus aan het kruis genageld.
De meest wrede, vernederende en langzame dood die de mensheid kan verzinnen. Maar niet iedereen stond bij het kruis te juichen. Je hoeft niet mee te doen met de massa. Je kunt kiezen voor het goede, dwars tegen alles in, altijd. Net als Maria. Zij waakt en huilt bij het kruis. Tot in de dood blijft zij haar kind trouw. Op de derde dag na Jezus' kruisiging en een paar vrouwen naar zijn graf. Maria, Jezus' moeder en een paar van zijn meest trouwe vrienden. Plotseling verschijnt een engel die zegt: wees niet bang, Jezus is opgestaan. Maar wie kan zoiets geloven? Dat kan toch niet? Bestaat toch niet? Geloof en ongeloof, hoop en angst. De vrouwen weten niet wat ze ervan moeten denken, wat ze moeten geloven. Maar als ze terugrennen om de andere vrienden van Jezus te halen, komt plotseling iemand hen tegemoet. Het is Jezus. Het goede is sterker dan het kwaad. Liefde is sterker dan haat. Licht is sterker dan duisternis. Waarheid sterker dan leugens. En bij God is leven sterker dan de dood. Je voelt je heel goed, zeg jij.